de lolrok. Super handig voor onderweg. We hebben vandaag een vroege start. Het is nu 6:30. We zitten al aan het ontbijt. Om 7:00 worden we opgehaald en om 8:00 vertrekken we richting Callao. We zijn zojuist opgehaald door dit busje. En we dachten dat we naar het busstation zouden worden gebracht. Maar het ziet er toch uit dat we de hele tocht met dit busje moeten doen. Zitten we dan hier op de achterbank met nog 10 andere toeristen. Half uur onderweg en we gaan even een hapje eten. Hallo, hallo, hallo. Is het duidelijk, ladies? Is het lekker? Ja, zeker, zwart. Het duurt wel lang hoor. Nou, daar zijn ze dan. Eindelijk. We hebben maar een bakje gevraagd, want anders moeten de mensen in de bus te lang op ons wachten. One more. The other one also? Yes, good. We zijn zojuist aangekomen in Callao na een busrit van zo'n 6 uur. En we gaan nu naar ons hotel. Deze dus. En de vraag is alleen, is het Dream Villa of Dream Villa? Dit is de goedkoopste rit van de bus naar het hotel. Je bedoelt met de benenwagen? Ja, precies. Met lijn 11. Dream Restaurant. Het is één grote dream hier. Ja. Yeah. Dream Fashion Shop. Het is toch echt de Dream Villa hoor. Drie bedjes. Van deze al geclaimd dus door Elora. En dan deze bedjes. En de badkamer. Wederom zonder douchegordijn. Een centraal geplaatste pot. En het wastafeltje. De minibar. Hé, hey, we hebben een balkon. Hallo, I'm Rob. Hallo. Op internet zagen wij gisteren een recensie van een Nederlander over een trekking vanuit Callao naar het Inle Lake. En we hebben besloten met diezelfde club in zee te gaan. En deze meneer die geeft ons nu de laatste instructies wat we mee moeten nemen, wat we kunnen verwachten onderweg. En dan laten we vertrekken. Extra clothes. En like walking shoes. Spannend. In Bagan, dat was laat te doen, maar toen had ik dit shirt aan. Dit is een ideaal shirt voor de trekking morgen, dus ik ga proberen om nog op tijd droog te krijgen. Hier geniet ik nou van. This is bean. Potato. This is potato. Dat is de Theo. Dat is wat je zegt, of je wenken bedient. Je merkt in dit dorp toch weer meer de invloeden van India en Nepal.
schijnt te maken te hebben met het feit dat die mensen lang geleden hier naartoe kwamen om aan de spoorlijn te werken. Oh, we gaan even een broek kopen, een makkelijke broek voor onderweg. Wat vind jij, Rob? Kan wel, hè?